Een geweldig optreden van Jacques Vriens. En natuurlijk Amaila die een brief voorlas. Die speciaal bestemd was aan de koning. Waarin ze de koning wilde bedanken. Ik wil alle mensen bedanken die live meekijken. En iedereen die hier vandaag zit om mee te stemmen en mee te tekenen. We staan inmiddels op 359.517. Dat is een mooi getal. Zeker weten. Jasper van Dijk, welkom. Van de SP. Waarom bent u hier vandaag? Ik ben uitgenodigd door jullie. En ik mag iets zeggen over de cultuurstandpunten van de SP. En ik vind deze actie, Cultuur in Actie, ongelooflijk goed. Belangrijk dat jullie als cultuursector laten zien wat er aan de hand is. In 2010 was ik ook woordvoerder cultuur. En toen had je de actie Stop de Kaalslag tegen de bezuinigingen van Halbe Zijlstra. Ja. Toenmalig staatssecretaris van cultuur. En dat was heel erg wat hij deed. 200 miljoen bezuinigen. Maar nu heb je eigenlijk een slagveld. Ja. Als je kijkt naar de corona perikelen en de gevolgen daarvoor in de cultuursector. Dus de politiek heeft echt werk te doen als je dit slagveld wil voorkomen. En wat is volgens u het slagveld? Beschrijft u dat het slagveld is? Nou, het slagveld is dat de hele cultuursector op zijn gat ligt. En dat de grote jongens, de grote instellingen, musea, et cetera, die worden wel geholpen door de regering, minister van Engelshoven. Maar de kleine instellingen niet. En de vele duizenden makers en ZZP'ers, creatievelingen, die kunnen op een houtje bijten. En als dit nog even zo doorgaat, dan sterft dat echt langzaam uit. En dan hebben we in Nederland nog een paar snelwegen en een KLM. Want die wordt met miljarden overeind gehouden, maar geen kunsten meer. En Booking.com? En Booking.com, precies. Maar dan wordt het een kille bedoeling in Nederland. En daar wil ik als SP-Kamerlid tegen strijden. En wat is concreet uw plan of uw bedoeling? We hebben samen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben we als SP voorstel ingediend om bovenop de 300 miljoen die het kabinet had vrijgemaakt nog eens 700 miljoen euro te investeren in cultuur. Kom je dus op 1 miljard. Dat is uit een inventarisatie gebleken dat dat het bedrag zou zijn waarmee de cultuursector geholpen is. En wat zou er dan allemaal met dat geld moeten gebeuren? Waar gaat het geld heen volgens u? Daarmee kun je dus die vele makers, kleinere instellingen, podia, festivals, kun je overeind houden. Kijk, we worden met z'n allen geconfronteerd met een ongelofelijke crisis. Het kabinet kiest ervoor om bepaalde sectoren te helpen, de KLM bijvoorbeeld. En ik vind het een politieke plicht om te zeggen, de kunst en de cultuur laten wij niet vallen. Ja, want waarom is volgens u met name kunst en cultuur zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Wat geeft waarde in het leven? Vertelt u het mij. Wanneer voel je dat het leven meer is dan werk en zuiver productie, zeg maar. Op het moment dat je van kunst en cultuur geniet. Op het moment dat je van een concert kan genieten. Een theaterproductie, beeldende kunst. Noem maar op, ik ben zelf groot muziekliefhebber. Ik mag ook een beetje muziek zelf maken. Wat zou mijn leven zonder muziek zijn? Een kille bedoeling. Ja, dus het verrijkt uw leven. Het zorgt voor een rijker, een leuker, een gezelliger leven. Heeft cultuur, wat ik vandaag ook veel voorbij heb horen komen, volgens u ook een maatschappelijke functie? Als we het bijvoorbeeld hebben over sociale cohesie en verbinding? Absoluut, natuurlijk. Juist door met kunst en cultuur bezig te zijn, in het onderwijs bijvoorbeeld, breng je jongeren ook tot elkaar. Gaan ze ook nadenken inderdaad over wat is deze maatschappij. Ik ben groot voorstander van rekenen en taallessen op school. Maar zonder kunst en cultuur mis je inderdaad de sociale cohesie, de binding en ook zingeving. Ja, waarom zitten we hier met z'n allen? Wat u hier vertelt klinkt voor ons allemaal natuurlijk echt als muziek in de oren. Hè? Maar hoe gaat u er in de praktijk voor zorgen dat u een meerderheid meekrijgt? Ja, dit is de million dollar question. Ja. Waar we als SP natuurlijk vaak mee geconfronteerd worden. Dat is een kwestie van overtuigingskracht. En we strijden samen met Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP. D66 is een partij die zegt cultuur heel belangrijk te vinden. Zit in het kabinet. Levert ook de minister. Dan is het nu een kwestie van put your money where your mouth is. Dus ik nodig mevrouw van Engelshoven en Mark Rutte ook uit om cultuur in actie, om daarnaar te kijken en naar jullie te luisteren. En te laten zien wat er gebeurt als jullie wegvallen.
Dan houden we de A2 over en nog wat snelwegen. Maar dan hebben we verder een kille en kale bedoening in ons mooie land. En gaat het u lukken om partijen zoals dus D66 er toch van te overtuigen om ook echt over te gaan op daden? Ja, dat is de kernvraag. Eind juni gaat de Tweede Kamer stemmen over ons voorstel van die 700 miljoen. Dus vlak voor het begin van de zomer. En ik zou zeggen, laten we dan alle krachten bundelen. Ik nodig jullie bij deze uit. Kom ook naar Den Haag. Misschien dat jullie op locatie iets kunnen doen. Als het mag, hè? Ja. Nou, ik wil graag meedenken. Inderdaad, vanwege de 1,5 meter voorschriften uiteraard. Maar daar moet zeker iets te bedenken zijn. Ja, want daarom zitten we hier natuurlijk digitaal, online, live. Omdat we niet op het Malieveld kunnen staan met z'n allen. Nee. Maar alle hoop is nu op u gericht. We hopen dat u het voor ons waar gaat maken. Ik ga mijn best doen. En namens hoeveel mensen tekent u zelf? De SP heeft circa 36.000 leden. Ik mag ervan uitgaan dat die leden het eens zijn... Nee, die leden mogen er allemaal op. Die mogen er allemaal op. Hoeveel zijn dat er? 36.000. 36, zo? Ja, ik zou zeggen... Neem een drankje. Nou, ik zou zeggen, de teller slaat bijna op hol. 395.517! Kijk. Het mag erop. Dankjewel. Ik zou je heel graag een hand willen geven, maar we doen het zo. Doen we volgende keer. Ja, super. Nou, dat is toch wel even 36.000 erbij.